iedereen, ik ga jullie vandaag mijn boekenbabbel doen over het boek Rosie Hartje Jack. En ik ga jullie een korte samenvatting geven van het boek en andere informaties geven. De auteur van mijn boek heet Mel Dawbon. Mel is geboren in het Verenigd Koninkrijk en woont daar nu nog steeds. Toen Mel 4 jaar oud was, heeft ze een broertje gekregen. Maar jammer genoeg heeft hij autisme en dat was moeilijk voor hem. Dus elke avond voor het slapen gaan verzon ze een verhaaltje voor hem. En daar heeft ze haar passie gevonden om boeken te beginnen schrijven. Daarover gaat het boek ook. Nu ga ik een korte samenvatting geven van het boek en natuurlijk het einde niet verklappen. De hoofdpersonage van het boek heet Rosie. Rosie is 15 jaar oud en heeft het syndroom van Down. Ze is samen met Jack en zijn allebei heel gelukkig. Ze wonen allebei in Londen en daar kent iedereen Rose. Maar op een dag daagt hij niet op hun afspraakje. Hij is verdwenen. Rosie staat helemaal in paniek en denkt dat hij vermoord is of dat hij het uitgemaakt heeft. Maar hij zat gewoon in de gevangenis, maar dat wist ze niet. Hij stuurde tientallen brieven naar haar, maar die kreeg ze niet. Haar vader heeft die verstopt in zijn bureau. Toen ze daar achter kwam, werd ze woedend op hem. Dus ze besloot de volgende ochtend alleen op zoek te gaan naar hem. Maar is het wel een slim idee om alleen op zoek te gaan naar iemand in de winter wanneer het koud is? Nee, ze werd ontvoerd door iemand en bleef daar echt wel lang zitten. Zou ze ooit Jack kunnen terugvinden? Zou ze ooit haar familie kunnen terugvinden? Als je wilt weten of Rosie haar Jack kan terugvinden, moet je het boek lezen. Mijn mening over het boek is dat het een heel tof boek was. Ik vond het heel vlot lezen en ook een spannend boek. Ik zou het boek wel echt aanraden, want zoals ik al zei, was het een tof boek en heeft het wel een belangrijke doel. Om mensen meer in het leven te kunnen laten zien van iemand met het syndroom van Down en te laten zien dat het echt niet makkelijk is voor hen en dat je die soort mensen echt wel moet helpen als je ziet dat ze problemen hebben. Dus dankjewel voor je aandacht.